Het gesprek bij de koffieautomaat. Nou, tot die zin lukt is het wel een gesprek, denk ik, bij de koffieautomaat. En wat mij betreft mogen ze komen komende vrijdag. Ik weet niet, hebben we plek? Ja, we hebben plek op het Goedemorgen Overijssel podium. Want we zijn natuurlijk bezig met de maand Maart Dialectmaand. En ze scoren momenteel een dikke hit op internet. Ik heb het over de Kistjes Kerels uit Lutten. Met een nummer dat notabene is geschreven door een prominent lid van Normaal. De band waar zanger en gitarist Dennis Pilarge en zijn mannen een ode aanbrengen. Geweldig, hier zijn we oerend trots op. In het kader van de maand Maart Dialectmaand van RTV Oost hebben we dus aandacht aan een in een oog springend dialectnummer. En ja, het gaat om dit nummer, wat regelmatig dus voorbij komt op de social media. Deze, hier gaat het om. Dit nummer is geschreven door de gastpieper. Die zat natuurlijk in Normaal. En dit zijn de Kistjes Kerels. Het mooiste wat er is. En zij scoren dus een internethit met dit liedje. Het hele verhaal kun je natuurlijk lezen op onze site op rtvoost.nl. Dus op rtvoost.nl kun je dus het hele verhaal lezen over de Kistjes Kerels. In het kader van de maand Maart Dialectmaand natuurlijk.